Peru. Peruanen zijn echt gek geworden. Daarboven groeien dus de ananas, hè? Ja, het haalt je reislustigheid wel een beetje omlaag. Verse reizigers opgepikt. Ik heb meetseinen gekregen. We zijn onderweg naar Lima, Peru. We zijn nu nog in Bogota. Wat dus echt te dom voor woorden is. Je moet 2 mondkapjes over elkaar op om Peru in te komen. Er was wel wat gedoe met inchecken, maar dat vertellen we later wel. Eerst even deze vlucht overleven. Welkom in Peru. Peru para. Nou, we zijn in Peru aangekomen. Het negende land. Ja, we zijn het erover eens. We tellen Curaçao mee. Ja. Negende land. Nou, we zijn nu dus in Lima, de hoofdstad. We gaan hier mensen ontmoeten. Ja. Die we kennen vanuit huis. Twee goede vrienden van mij gaan we hier ontmoeten. Alexander en Vincent. Tot nu toe vind ik het eten al lekker. Je hebt veel meer gezond eten, groentes, veel vegetarische restaurants. Wat ook wel eens lekker is, want daar kun je veel groente eten. Ja, komt denk ik ook door de wijk waar we in zitten hoor. Ja, maar goed. We zitten in Miraflores en dat is gewoon een beetje een hippe wijk. Dus daarom heb je denk ik meer vegetarische restaurantjes, maar dat is chill. Ja. De reis hierheen was nog spannend. Normaal, misschien zoals jullie van ons gewend zijn, zijn wij zeer goed voorbereid. Deze keer hebben we ook wel. We hebben gisteren gewoon een dagje in Bogota gehad waar we de hele dag niks te doen hadden. Dus we hebben alles een beetje doorgenomen, alles voorbereid. We zagen gewoon één cruciaal ding vergeten. Ons uitreisticket. Ja, je moet vaak voor heel veel landen, als je binnen wil komen, moet je laten zien dat je ook het land weer gaat verlaten. Want ze willen niet dat jij daar komt en forever blijft. Dus je moet laten zien dat je een ticket hebt het land uit. Dat weten we donders goed, want normaal bereiden we dat altijd voor. Ja. Maar deze keer niet. Nee. Dat was een probleem. Ja, dus we zaten te wachten bij de gate en toen werden we opeens opgeroepen. Dus wij naar de balie toe van de mevrouw, ons paspoort gegeven en toen vroeg ze, mag ik jullie uitreisticket zien? En toen dachten we... En toen was het even, shit. En normaal zeg maar, maken mensen dit mee bij de incheckbalie, want normaal geef je je bagage af en dan vragen ze dat soort dingen. Maar wij komen nooit bij de incheckbalie, want we reizen natuurlijk met alleen handbagage. Dus wij kwamen er echt op het allerlaatste moment pas achter, op het moment dat je het vliegtuig in moet. Dus dat was stressen, maar het is gelukt. Ik heb snel de laptop opengeklapt en iets gemaakt. Ja. En ze geloofde net, dus ze was helemaal goed. Ja. We slapen dus in de wijk Miraflores in een Selina. Dat was de goedkoopste, dus we hebben ervoor gekozen om... de keten te sponsoren deze keer. Maar de kamer is echt wel chill. We hebben een micro geboekt. En die is zonder eigen badkamer. Kijk, we hebben een uitzicht. Lima is wel een beetje een grauwe stad. We zitten op de 11e verdieping. En ik vind het wel leuk hoor, dit uitzicht. Ja, prima. En Matt, je hebt net uitgevonden wat dit doet? Het is een soort... Nee, eigenlijk niet. Het is een airco verwarming unit ding. Maar het blaast gewoon, denk vieze lucht. Dus we laten het. Oké, vieze lucht. De kast en dan is hier de badkamer. Maar prima. Die Peruanen zijn echt gek geworden. Je moet dus overal niet 1 mondkapje op, maar 2. En wie is weer zijn mondkapje vergeten? En we zitten op de 11e verdieping met 2 liften die er naartoe gaan waar je super lang op moet wachten. Dus als je net buiten staat en Becky zegt weer van oh, ik ben mijn mondkapje vergeten. Ja, dan ben je gewoon een kwartier verder. Voordat je weer beneden buiten staat met een mondkapje. Ja. Ze zijn ook echt streng met vaccinaties. Toen we gingen geld pinnen. Ja. En om de bank, of ja, de bank binnen te komen waar die pinautomaten staan, moest je je vaccinatiebewijs laten zien. We zijn op aanraden van onze Peruaanse vriend hier gaan eten. Tenminste, we hebben besteld, we gaan zo eten. Ik ben benieuwd. Lekker broodjes, lekker patatjes, lekker piña sapje. Heerlijk. Yeah. Dit is het kattenpark in Lima. En vroeger hebben ze hier dus een heel aantal katten losgelaten om de ratten tegen te gaan. De ratten zijn weg, maar de katten zijn er nog. Zoals je ziet, overal zie je katten daar. Super veel katten. Tam, daar zitten er ook 2, die zitten boven elkaar. Oh ja, katjes. Super lief en je kan ze gewoon aaien. Goedemorgen. Wij hebben net lekker ontbijtje gehad hier.
Maar we zouden vandaag allemaal dingen gaan doen. Maar Matt heeft dus... Nou, heb je meer last? Ja, eigenlijk wel meer last van die, dat ding op zijn gezicht. Dus we hebben net even gebeld met de zorgverzekering. En tenminste, Matt heeft gebeld met de zorgverzekering. En we gaan even toch naar het ziekenhuis weer. Dus we moeten even uitzoeken welk ziekenhuis, wat verzekerd wordt en wat een beetje betrouwbaar is. Dat is nog even een uitdaging. We hebben deze ochtend besteed aan wat contact met Anderzorg, onder andere. Ik heb dus hier een ontsteking op mijn wang, waar ja, ik toch wel wat aan gedaan wil hebben. Want het wordt weer dikker en het wordt warm. Even contact gehad met Anderzorg. Die hebben niet heel veel gedaan. Die hebben alleen een dossier aangemaakt en voor de rest kunnen ze niks. Maar gelukkig is een hele goede vriend van mij, Alexander. Die is hier in Peru. En zijn familie komt hier vandaan. Dus hij is hier bij familie. En die hebben geadviseerd om naar een kliniek te gaan. En gelukkig spreekt Alexander ook vloeiend Spaans. Die kan ik eventueel bellen om te helpen met vertalen. Dus dat is wel heel fijn. Dus ja, we gaan nu een Uber bestellen naar de kliniek toe. En hopelijk kunnen zij mij verder helpen of doorverwijzen om... dit gefixt te krijgen. Want het is toch wel vervelend. Ja, het haalt je reislustigheid wel een beetje omlaag. Omdat je je gewoon niet fit voelt. En het wel een beetje pijn doet. En je gewoon zorgen maakt. En ik me zorgen maak. Ook omdat het zo in mijn gezicht is. Dus dat. Nou, we zijn met de Uber naar de kliniek gegaan. En we staan in de rij. We zijn bij de kliniek geweest. En wat chill is. Normaal laat ze je altijd gewoon uren wachten. Maar hier maakt ze een afspraak. Dus we moeten vanavond om 7:15 terug. En dan hebben we een afspraak met Jorge, de dermatoloog. Dus wij zitten nu weer terug in het Uber en dan naar onze eigen wijk gaan we even nog meer lange mouw shirts kopen. Want het is koud. Het is koud hier. Ja, we zijn niet voorbereid op deze kou. Dus. We lopen nu naar het Kennedy Park in Lima, oftewel het kattenpark. Super veel leuk, lieve katten. Ze zien er ook allemaal gezond uit. Deze zit hier te chillen. Katje. Katje is aan het slapen. Reisneusjes, katje aan het filmen. Maar goed, we zijn dus naar dit park gekomen voor de picarones van Marie. En dat zijn een soort van kleine gefrituurde donutjes. En die hebben we gezien bij de Netflix-serie Street Food South America of Latin America. Latin America. Dus die gaan we nu even nemen, maar laten we zo wel even weten hoe ze zijn. Gevonden! Kijk, er staat ook zelfs Netflix. Pak jij maar even aan, hè. Nou, het zijn een soort van mini donuts met een honingje. Picarones. Picarones. Ze zijn heel lekker. Ja? Ja, echt heel lekker. Tout ce point. Zo, het is 6:30 en we gaan nu weer terug naar de kliniek. Oh, hij is er over 1 minuut Uber. En we zijn weer helemaal voorbereid. Net ook al, maar toen was het blijkbaar niet nodig. We hebben van alles mee. Eten, de laptop om ons te vermaken, boekjes, opladers. Want ja, je weet nooit hoe lang het gaat duren. Hopelijk gaat het net zo soepel als net. We komen net bij de dermatoloog vandaan. En Stef sprak echt super goed Spaans. Dat was echt fijn. Echt trots op haar. Ik heb medicijnen gekregen. Antibiotica, kuur en zalf. Hij zei dat dat nog te ontstoken is om er eigenlijk iets voor de rest aan te doen. Dus nu moet ik 10 dagen antibiotica en een zalfje. En hopelijk lost dat het gewoon op. Dus daar gaan we voor. En? Het was heel goedkoop allemaal. Ja, het consult was dan €20 en de medicijnen alles bij elkaar €15. Dus dat is prima te doen. Ik weet niet of Lima onze stad is hoor. Het is ons iets te koud hier. Maar goed, verder veel te koud. Wij zijn nu op weg naar een van de straatje. En daar gaan we met Alexander, met zijn vriend en onze oud-collega, een drankje doen. En Alexander heeft ons ook heel erg geholpen met de kliniek. En toen het mij even te veel werd, hebben we hem gebeld om te vertalen. Dus ik denk dat we wel even een biertje voor hem kopen. Zeker. Super gezellige avond gehad met Alexander en zijn broer. Zeker. Nu zijn we uitgecheckt en nu gaan we
op naar Vincent en Gaby. Ja, Vincent is een oud collega van Matt. Die is nu toevallig op vakantie in Peru met zijn vriendin. En we zijn toevallig op dezelfde plek. Beetje toevallig, beetje niet toevallig. We hebben het ook een beetje zo gepland. En daar gaan we nu naartoe. En we slapen in hetzelfde hostel als zij. Ja. Hola, buenas. Ja, ik doe. Oh, shit. Hey. Daar lopen we dan. Kijk, we hebben er twee verse reizigers opgepikt. Twee verstekelingen uit Nederland. En we hebben net even twee simkaartjes voor ze geregeld. We hebben even geld gepint. En we zijn nu onderweg naar de Free Walking Tour. We zijn net langs een demonstratie gelopen en dat was een demonstratie van ambtenaren. En dat zij de ongelijkheid is in salarissen onder de ambtenaren en zij vinden dat dat riekt naar corruptie. En daarom demonstreren ze. Klein feitje van Finn hier. Ik ga je uitleggen waarom Lima Lima heet. We hebben hier een rivier, die heet Rima, die ligt hier helemaal achter. Maar in de tijd van de Spanjaarden, dat boot niet zo lekker, dus ze verstaan elkaar echt best wel slecht. Dus zij hoorden Rima, het was Lima, en toen dachten ze uiteindelijk, oké, fuck it. Het wordt Lima. Dus daarom is Lima geworden. Ja. Seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue sus luces. Een klein Jeff en Janna huisje. Sas, die moet je voor Jeff en Janna bouwen. Dit is dus een ananasboom. Hele grote ananas. Dit is eigenlijk een hele grote ananas. En daarboven groeien dus de ananas, hè? Dat is helemaal niet waar. Tuurlijk niet. Kijk hoeveel mensen het geloven. We zijn aan het lunchen. Tenminste, we hebben besteld. We proberen te lunchen in deze lokale tent. En we hebben lekker Inca Cola besteld. En Fucking 1,5 liter. 1,5 liter. Nou, proost hè. Ja, proost. Lunchen. Ja. Op dit mooie date. Ja, echt Fernandes. Heel zoet. Heel zoet. Ja. Maar, het is Fernandes. Jij vindt het niet lekker. Nou, we zijn ingecheckt in het nieuwe hostel. Matt heeft natuurlijk weer de kamer verbouwd. Want hier staat nu een heel mooi ding. Het lijkt op een soort van kastje om je spullen op te leggen. Maar dit was eigenlijk een hele hoge kast die daar stond. Matt heeft hem gewoon omgedraaid. Ik zal hem even laten zien. Kijk, dit is gewoon een kast. Die nu op zijn kant ligt. Maar kijk, dan heb je zo'n kamer als dit. Hè? Dan heb je zo'n kamer. Bedje daar. Reisneusje in bed. Nou, hier nog een tafeltje. Kapstok. En dan zet je zo'n kast erbij. Maar kijk, als je hem open doet, is daar niks in. Geen enkele planken. Dus hij is helemaal leeg. Daarom heb ik hem maar neergelegd. Slim toch? Oh. We gaan de Pisco Sour proeven. Nou, ik ga hem proeven. Met mag geen alcohol drinken. Lekker. Ja? Heel lekker. Zet je proeven? Hij is zacht. Ja, lekker. We zitten dus bij Don Simon met Alex. En ik ben er weer. Als de Peruaan adviseert waar je pisco moet drinken, dan doe je dat natuurlijk gewoon braaf, hè? Kijk, even een quick view. Pisco Sour, Vincent, Gaby. Broer van Alex. Hoe blij ben je met je biertoren? Ineens voor mij alleen. Die van jullie komt zo. Je twee vingers. Nee. Ja, rug over. Vincent, waar zijn we? We zijn in Barranco. En voor de rest gaan we nu ontdekken wat we gaan doen. Volgens mij is daar een wensbrug. En dan gaan we overheen rennen met ons adem inhouden. En dan komt de wens ooit uit. In een paar jaar is het idee. Ja. Dus we gaan eens kijken wat er gaat gebeuren. Ja.
Matt is er ook weer bij. Hallo. We gaan nu de wensbrug over. En dan is het dus zo dat je je wens in gedachten moet hebben en je adem in moet houden en helemaal naar de overkant van de brug moet lopen. Stef heeft net geprobeerd, halfwege de brug zwaar gefaald. Ja, ik ging rennen. Toen moest ik dus lachen. We gaan nu samen. Ja, en ik wens, dat kan ik niet vertellen. Mag je niet zeggen, moet je voor je houden. Oké. Okay. Okay. 3, 2, 1. Okay, poging 2. 3, 2, 1. Gehaald. Ik niet. Goed bezig, Becky. Zijn bij Alto Capes van de Netflix serie Street Food Latin America. Dus zoals jullie zien staat er een rij, maar er kwam wel iemand onze bestelling opnemen. We gaan nu even wachten en dan lekker eten. Nou, we zijn even opgesplitst. Vincent en Koutje staan daar, want ze hadden alleen maar plek voor twee. Is het lekker, Matt? Goedemorgen. Het is zo koud hier. We hebben echt een hostel. Het is echt helemaal ruk. Het is... Nou, de dekentje is ook gewoon heel dun. Het is gewoon heel koud. En alles is gewoon niet chill. Maar goed. Gisteren, na het bezoek aan de stad, hebben we eigenlijk niet heel veel meer gedaan. We hebben veel dingen uitgezocht voor de Machu Picchu. En nu moet ik uit bed. Ik wil niet uit bed, want het is zo koud. En ik moet douchen. Maar goed, we gaan vandaag naar warmer gebied. Dit is het einde van Lima. Einde van Lima alweer? Nou, wat vond je van Lima, man? Nou, ik vond het niet zo'n leuke stad. Nee, het was op zich... Het was minder erg dan ik had verwacht. Ik vond het wel leuker dan ik had verwacht, maar het is gewoon niet heel boeiend. En het is koud. Ja, het is vooral echt koud. Het is echt koud. En het heeft niet zoveel highlights. Nee. Dus je kan hier niet superveel doen. Wat ik wel een voordeel vind is... Je kunt makkelijk overal komen met de Uber. Het kattenpark is leuk en de Picarones. Je kan lekker eten hier. Ja. Je hebt veel winkelcentrums. Dus als je wat nodig hebt, moet kopen, dan is dat super makkelijk. Ja. Ik vond de free walking tour ook niet leuk. Maar dat kwam denk ik omdat we gewoon niet zo'n leuke gids hadden. Maar daarnaast was er ook niet heel veel te zien. Hij vertelde alleen maar over architectuur hier en daar. En ja... Was niet super interessant. Nee, maar goed. We hebben wel een goede kliniek gehad. Dat was heel fijn. Nou ja, op naar warmere gebieden. En de volgende locatie is volgens mij super leuk weer. Dus dan gaan we weer allemaal leuke dingen doen. Tot daar! Tot daar!